Helemaal leuk dat jullie weer naar een nieuwe video kijken. En vandaag ga ik naar de Dutch Design Week. En dat is een event in Eindhoven. Voor de mensen die me wat langer volgen, die weten dat ik best wel into design ben en kunst. Vind ik ook heel erg leuk. En sowieso fashion, want ik maak er best wel veel video's over. Maar goed, ik ben er zelf nog nooit geweest. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden. En ik ga je vandaag meenemen. Dus let's go! De Design Week is door heel Eindhoven. Dus ik ging op zoek naar een rustig plekje waar ik even kon zitten. Onder het genot van een kop koffie. En waar ik mijn route kon uitstippelen. Want er zijn zoveel dingen te doen. Oh ja, wat leuk! Je kunt een kaart krijgen waar precies op staat waar alles is. In ieder geval heb ik mijn kopje koffie al. En ondertussen keek ik naar welke plekken ik wilde. Op de website stond welke exposities en dergelijke hadden. Dus ik maakte een selectie. En net op mijn route gezet. Ik ga eerst zorgen dat ik vervoer heb, want ik heb nu geen vervoer. En hier zijn dus zeg maar fietsen, zodat ik makkelijk overal naartoe kan. En hier pak bij je plek op mijn fiets betalen, dus ik ga er eerst naartoe. Goed, tijd om een fiets te huren. Er is dus een ABN AMRO spot waar je gratis een fiets kan huren. En die fiets heb ik zodat ik mijn route kan doen. Op naar de eerste locatie. En mocht je in Eindhoven zijn, het is gewoon niet te missen dat het Dutch Design Week is, want overal de hele stad zie je het wel staan. Ik ging eerst naar het ketelhuisgebied, want de activiteiten die er waren spraken me best wel aan. Je hebt echt van alles. Sowieso ziet het er super vet uit, maar je kan schommelen, je kan desnoods even wat eten halen. We hebben een music lab, dingen als NS staan er. Hier zie je bijvoorbeeld een andere expositie van ABN AMRO. Die gaat over jong talent, wat echt super inspirerend is om te zien. Gewoon hele toffe locaties. Ik vond dit heel erg cool. Maar het hele terrein ziet er gewoon echt super vet uit. En dat wil ik eigenlijk van het uitzichtpunt laten zien. Dus ik ging naar boven en moet je kijken hoe tof dit eruit ziet. Ik vond het echt heel vet. Het is allemaal met bamboe gemaakt, zeg maar. En dit is pas één deel. Daar was ik dus net met dat plug-in dingetje. Daar stonden al die kraampjes, zoals Music Lab. En ik ga nu daarheen. Daar is meer een soort van expositie over innovatie. En er zijn ook heel veel werken van mensen, kunstwerken. Heel tof. Ook maatschappelijke vraag van hoe komt de stad er later uit te zien? Moeten we verlichtende boomstammen hebben voor in een bos als licht? Of de 3D-printer die ook blijkbaar beton kan maken? Kunnen we daar later geen huizen van maken? Welke ik zelf heel erg vet vond is deze. Dit is een werk van een meisje van de hogeschool. Je kan een woord intypen. Roder het woord is hoe meer haat erin voorkomt en hoe blauwer hoe meer liefde in die scène. En zo is het typografie en het werk voor Shakespeare gemixt. Heel vet. Maar goed, er zijn gewoon zoveel verschillende dingen om te zien. Het is echt super tof. Ik wilde gisteravond nog een outro opnemen, maar het was zo donker buiten. Dat ik dacht van, ja, als ik nu een auto ga opnemen, wordt het helemaal niet mooi. Dus, het is de volgende dag nu, dus denk ik het nu nog even. Maar het was gisteren echt superleuk. Ik wist niet heel erg goed wat ik van moest verwachten, want ik was er nog nooit geweest. Maar er is zoveel te doen en er zijn zoveel dingen. Ik heb echt maar een klein deel van het hele terrein kunnen zien. Persoonlijk had ik nog wel meer willen zien. Er was bijvoorbeeld ook een expositie over seksualiteit. Vond ik best wel interessant. Ik denk dat het ook best wel goed bij deze tijd past. Maar ik had gewoon niet voldoende tijd om er naartoe te gaan. En ik vond het heel erg tof dat er zeg maar echt een mix is van kunst, architectuur en ook gewoon heel veel actuele dingen. Zoals dingen van tv, VPRO was er bijvoorbeeld. En dat vond ik ook heel erg vet. Ja, ik vind het best wel een aanrader. Mocht je er zelf heen willen gaan, ik mag 6 tickets weggeven. En laat in de reactie daarvoor beneden achter wat jij zou maken als jij een kunstenaar zou zijn. Zou je iets van architectuur maken, een schilderij of iets heel nieuws, whatever. Meer info daarover in de beschrijving. Mocht je ook meer informatie willen hebben over Dutch Design Week, staat ook in de beschrijving. Anyway, dat was de video. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!